vloggen is sowieso moeilijk is om te doen op reis. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn nu vandaag zondag. Het is nu 8 uur en ik ben al een uur en een half wakker. Dus ik heb net mijn Miracle Morning voltooid. Ik heb onder andere geschilderd en blogging berichtjes gelezen. Anders vind ik daar nooit een haatje voor in mijn dag. Ga ik hier tonen wat ik heb geschilderd. Deze. Een beetje een Space Girl-achtig meisje. De vorige keer had ik dit, een Autumn Girl meisje. Hey, ik moet jullie iets vertellen. Namelijk, dit jaar doe ik geen vlogmas. Ik was al nogthans heel hard van plan. Maar, ik ga op reis van 28 oktober tot 17 december, denk ik. Waarom weet ik dat nu niet van buiten? Even kijken naar mijn Google Calendar. Yes, tot 17 december. Dus van 28 november tot 17 december ga ik op reis. Ik ga op reis met de trein. Ik ga een European Road Trip doen met de trein. En omdat ik mijn laptop niet kan meedoen en als vlogmas sowieso moeilijk is om te doen op reis, dus het, heb ik besloten om dat niet te doen. Wel ga ik uiteraard meedoen met de adventsperiode en zo. En ik heb ook mijn ouders gevraagd om voor mij een adventskalender te vullen met allerlei dingen die ik leuk vind. En die adventskalender mag ik beginnen openen op 11 november. Dus misschien is het dan wel leuk als ik vanaf 11 november gewoon dagelijks vlog. Ik had ook eraan gedacht om die vlogs zo in te... Allee, als je de maandag filmt, dat je hem de dinsdag uploadt. Maar ik ga dat niet doen. Anders komt er een break op mijn kanaal van 3 weken. En ik vind dat net iets te lang. En ik wil ook mezelf niet verplichten om de 15e meteen al een hele hoop video's te editen. Dus dat gaan we niet doen. Wat ik wel ga doen is nu elke dag filmen vanaf de 11e. En dan ga ik het zo online gooien dat ik iets van een 2-week break heb op mijn YouTube kanaal of een week break, wat dat veel beter meevalt. Voordat ik op reis ga dit jaar wil ik ook heel graag mijn haar knippen. Allee, ik ben er nog heel hard over aan het twijfelen, want ik ben ook niet zo goed met kort haar. Maar ik denk als er een moment is voor verandering, is dat misschien wel nu, aangezien dat ik dan 3 weken weg ben en als het op niks trekt, kan er niemand in mijn eigen omgeving iets over zeggen. Dat is een beetje stom, ik weet het wel, maar misschien is het wel de ideale moment om te wennen aan een nieuwe haircut. Want ik zit een beetje in mijn knoop met mijn haar op de momenten dat ik ga zwemmen, omdat het dan altijd zo pakkie plakker en klorig is. En ja. Hey, net heel wat blogberichten. Ik Instagram post eigen plan voor zij of haar. Ik heb ook een soort ding gemaakt, hoe noemt dat? Huisstijl blad gemaakt. Met welke kleuren dat ik gebruik, welke lettertypes dat ik gebruik voor zij of haar. En straks ga ik eten. Ik heb trouwens echt heel veel last van spierstijfheid vandaag. Ik vermoed dat door Ring Fit Adventures komt. Het is momenteel trouwens aan het trainen en daarom kijk ik naar buiten. Omdat ik dat niet zo tof vind. Als ik next dag moet gaan werken. Net thuis van het werk. Ik was met de auto geweest.
omdat het heel te morgen regende. Op het moment dat ik toekom op mijn werk was gedaan. Trouwens, mijn camera heeft 10 seconden nodig om scherp te schellen. Woehoe! Het is trouwens niet de nieuwe Canon, omdat die ook heel veel problemen heeft met schijfstellen, maar een oude Canon. G7X. Eigenlijk gewoon de Canon G7X. Hey, ik heb een druk leven op de Sims. Ik heb namelijk een zin met van dat er ja, een vrouw en een man samen 3 kinderen hebben. Die man is ondertussen gestorven. 2 van die kinderen zijn uit het huis gegaan omdat ze oud genoeg waren en ze mochten op hun eigen benen gaan staan. Nu is die vrouw opnieuw getrouwd met een nieuwe man. Samen met die man heeft ze een 3-ling en heeft ze nu ook nog een 2-ling gekregen. Dus momenteel zijn ze in huis met 3 kinderen, 2 baby's en 1 tiener. Normaal hou ik trouwens van kleine gezinnen op de Sims, maar ik doe de 100 baby challenge. Ik moet zeggen, het is een veel werk. Maar nu ga ik nog even kastanjes poffen terwijl ik de Big Bang Theory kijk. Vanavond ben ik tijdens het spelen van de Sims beginnen te luisteren naar het luisterboek van over Anna Faber, over haar verdwijning. En daarna ben ik kastanjes gepoft en de Big Bang Theory gekeken. Nu ga ik nog even lezen in mijn bed. Op mijn lijf, op je lijf geschreven van Mayra Louise ga ik uitlezen en dan ga ik slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder en like deze video. En reageer of je zin hebt in vlogmas.